Dus de film gaat over Eva, een journaliste, een documentairemaakster, die heel ambitieus is en een documentaire wil maken over de Cartiers in Brussel. En ze raakt dan gefascineerd door Labib, iemand die een reputatie heeft in de wijken. Een ongelooflijk fascinerende kerel. En die loodst daar eigenlijk mee doorheen die wereld. En Eva raakt heel gefascineerd door die wereld. En ze wil kost wat kost die documentaire maken. Maar op de redactie roepen ze haar een halt toe. Omdat ze zeggen van, ja, je bent er al veel te lang mee bezig en zo. Ik hoop dat het toch iets teweeg brengt. Dat mensen eraan kijken en dat er toch wordt over gesproken. Want het is toch wel redelijk sociaal geëngageerd wat we maken. Het is... Maar het is nog altijd een fictiefilm en ik hoop gewoon als mensen naar de cinema gaan, dat ze na de film zoiets hebben van ik heb niet mijn tijd gewaste hier. En ik heb echt, ik ben geëntertained geweest. Want we willen wel entertainende cinema zijn, maar we willen ook wel een auteursfilm maken. Dus. Is de film met een boodschap? Er zit wel een boodschap in, maar je zult wel zien. Ja. Ja, in wezen gaat het ook over het beeld dat men van de wijken heeft, dat dat eigenlijk fout is. Het is een film met een boodschap. Oh nee! Uiteindelijk, ja, boodschap, dat kan een drive zijn in het begin om een verhaal te vertellen, maar uiteindelijk het belangrijkste is gewoon een cool verhaal te vertellen. En als de mensen een bepaald boodschap erin lezen of dat meenemen, dat is een pluspunt. Maar het belangrijkste is gewoon dat we mensen boeien en meeslepen in een tof verhaal. Kan je het eigenlijk een genre?